Jongens, zijn jullie er klaar voor om een beacon te maken? In de vorige video hebben wij deze Netherstar gekregen door middel van de Wither te verslaan. En dat ging erg goed, of niet? Dat ging heel slecht. Dat, nee, je ging goed. Ik bedoel, ging heel goed. We hebben hem. Oh. Ah, ik heb hem. Ah, ik blijf hem af. Sneller, Rick. Sneller, Rick. Oh, moeten we sneller, Rick. Sneller, Rick. Jongens, ik heb hier een mes. Ik heb hier een mes. Ik heb hier een mes. Jongens, ik heb een mes. Nee! Goed, maar dat is dus allemaal gebeurd. Het is ons uiteindelijk gelukt. We hebben de Netherstar. Je hebt de beacon, dat is geen beacon, dat is een torch. Hij is onzichtbaar. Ah, hij is er weer. Maar we hebben lava nodig, want we moeten obsidian hakken, jongens. Ja. Want dan hebben we obsidian, dan hebben we glas nodig en dan kunnen we de beacon maken. En wij weten dat hier beneden ergens lava is. Dus ga jij maar eerst, Justin. Ik spring achter je aan. Echt, mag ik hem, zal ik hem dicht maken? Nee. Ik hou hem voor je veilig. Ja, ik ben even het gat waar we vandaan kwamen even aan het dichtmaken. Of aan het openmaken. Ja, want anders als we weer naar boven willen, dan... Jij komt, pas op, ik ga een blok zetten. Ja, plaats mijn blok. Niet doen, alsjeblieft niet. Dat gaat alleen maar tijd kosten. Wat is dit? Waarom is het donker? Een water geplaatst. Kom maar, Rick. Het duurt alleen maar lang. Ik kom eraan. Oh, we gaan vast. Kom maar, Justin. We gaan naar de lava toe. Oké, ik heb de lava gevonden en de creeper hier, dus ik moet even oppassen. Kom eraan. Heb je ook mijn schild en mijn... Ja, nee, eten heb ik. Dankjewel. Alsjeblieft. Waar, oh, hier. Hier ergens heen. Gewoon omhoog, de eerste gang in. Het is volgens mij de eerste gang die jullie in moeten. Jij hebt een bucket met water, Rick? Ja, die heb ik. Oké, die kan je hier plaatsen en dan kunnen we mooi lava, of obsidian nakken. Even kijken, waar bist? Hier. Place to be. Heb Justin dacht eraan? Oké, ik heb een diamond pickaxe, dus dat komt goed uit. Justin ook. Oh, pas op, Justin heeft de enchanted diamond pickaxe. Is dat die met silk touch, Justin? Ja. Oh, maar goed, alsjeblieft, waarom heeft Justin die? Oh, dan vertrouw ik Justin echt niet meer. Daar staat silk touch erop. Justin, geef me hier. Nodig, hè? Oh, ja. Dat blokje viel in de lava. Wacht. Nou, hakken, Justin. Maar kijk uit achter je. Ik heb zeg maar geen diamond pickaxe. Moest je niet. Dat maakt niet uit. Dus ik support jullie. Ja. Oh, nee, laat het maar hierin. Laat het water maar hierin, zo. Dan stroomt het gewoon door. Jullie kunnen het, jongens. Ik heb er één. Ik pak een mooi shot van jullie, dat jullie dit aan het doen zijn. Dat zijn we hier goed in, hè? Wauw. Ja, we zijn echt heel goed. Justin, hoeveel heb je er? 2. Hoeveel hebben we er nodig? 3. Ik heb er ook al 2, dan hebben we genoeg. Ja, laten we er gelijk gaan. We hebben er genoeg. Ja? Ja. Weg hier. Oké, wat hebben we nog meer nodig? Want we hebben de obsidian, we hebben de netherstar. Glas hebben we gewoon nodig, en meer niet. Ik denk alleen niet dat we genoeg dingen gaan hebben om te activeren. Genoeg andere blokken. Nee, maar dan hebben we hem wel. We hebben hem, het gaat erom dat we hem hebben. Oh, doe me zwaard weg. Heeft iemand glas? Nee, we hebben wel zand ergens, toch? Ja, hier is glas. Oh, hier is ook glas. Ik heb bij de bijen-dinges. Weet je wat het is, Justin? We hebben de beacon al, hier. Hoppa! We hebben hem al! Hoezo heb ik dan 3 obsidian gehakt? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Zal ik hem ook gewoon plaatsen ergens als decor? Ja. Wat is een mooie plek? Ik denk hier zo. Ja, Justin, jij hebt een mooie plek. Jij hebt vast wel een mooie plek. Oh, dat gaat geen mooie plek worden. Op het ei! Justin, op het ei! Ja! We moeten alleen even het dak even weghakken, maar dat geeft niet. Dat maakt niet uit. Dag weghakken! Dak weghakken! Ja, onder het bed. Wat is dit de plek? Dit nu is zo'n lamp! Ja, dit is echt vet. Dit is echt een vette lamp, dit, hé. Thanks. Ja, mooi is het. Een mooi interieur, echt gewoon. Mooie lampjes zo. Yeah. Ziet er goed uit. We hebben gewoon een mooie lamp boven de eettafel. Ik voel het gestudeerd, hè. Maar nu, jongens. Goed opletten. Want nu wordt het pas echt spannend. Ik ben een paar afleveringen geleden gingen wij naar de end. En toen kwamen we niet verder, omdat de border niet groot genoeg was. Inmiddels is... Ik zag hem aankomen. Ik denk, ik moet het even beeld hebben. Waarom zeg je niks? Ja, ik moest het even op beeld hebben. Oh mijn god. Ik had een heel mooi shot. Hier, ik heb zand om het op te vullen. Zo, hoppakee. Heel mooi dit. Oh, jongens, nee. We moeten niet het land verpesten. Nee, niet lelijk. Nee, niet het land verpesten, jongens. Dit ziet er goed uit zo. Ja. Maar goed, we gaan vandaag weer terug naar de end. En deze keer gaan wij in End City raiden. En wij gaan zorgen dat wij een Elytra krijgen. We gaan zorgen dat we purple blokken krijgen. Shulker boxes. De endrots. Al die blokken, het draakse hoofd. Wow. En alle blokken die we nodig hebben, gaan we vandaag. Kunnen we dit? Ah, jij, kapitein. Vast wel, let's go. We gaan de pakken, dan gaan we. We moeten eerst blokken. Ik heb genoeg blokken bij ik me. Ook. Ik niet. Ik heb wel wat, maar niet genoeg. Nou, pak dit maar zoveel mogelijk blokken. Ja, dit kan wel mee. Dit kan allemaal wel mee.
Volgens mij zit hier nu gewoon dingen te vissen, Rick. Nee. Hebben we niet nog heel veel stone of zo over? Hier, kijk, cobblestone, 2 stacks. Dat gebruiken we anders toch helemaal niet. Ik heb ook genoeg blokken, laten we gewoon gaan. Hebben jullie ook een waterbucket? Nee, maar wel lava, dus dat ga ik wel even snel omruilen. Ja, ik heb nog wel een... Ik wil zeggen, ik heb anders ook nog wel een water. Hoppa, zo, dat is de lava en nu heb ik water. Ik heb... Justin! Mijn lava! Oké, laten we gewoon die kant op gaan. Liggen de bootje? Hier lag een bootje, die pak ik wel. Zo, ponk. Hebben jullie ook een bootje? Nee, dus ik stap bij jou in. Bij Justin stap ik heb een boot. Oh, ik heb ook een boot. Justin, ja. Ready. Kijk, daar gaan we jongens. In de regen, in het donker, gaan we op avontuur naar de end. En we gaan deze keer gaan we echt een end city reden. We gaan hem helemaal pakken. Goed jongens, we zijn aangekomen bij de end. Ja, de vakantie. Laten we even een bekje hier bij de vakantie. Ja, wat is een leuke vakantie. Dit. Even een respawn pointje zetten. Ik heb nog genoeg blokken bij me. Ik ga mijn shield ga ik bij me houden. Hoeveel dan hebben jullie toevallig eten over? Ik heb je net eten gegeven. Oh ja, 1 steak. Nee, ik had je een halve steak wortels gegeven. We zijn die alweer op. Yes, ik heb er nog maar 4. Ik heb hier al een porkshop voor je in zitten. Kijk, hier heb je nog 20 wortels. Ah, ik ga vast de ent in, jongens. Hoppakee. Ik ga met je mee. Dan gaan we die route hier gaan we vervolgen. Waar we heen gingen, want we waren al heel dicht bij de ent. Oh, moeten we niet weer. Ja, oh, het hele stuk lopen. Ik viel er bijna vanaf door een misklik. Oh, dit hele stuk moeten we weer opnieuw lopen. Maar dat maakt niet uit. Gewoon doorrennen en dan komen we er vanzelf. Goed, jongens, ik ben er. Ik zie dat jullie weer traag zijn. Dat jullie weer achter zijn gebleven. Ik ga vast verder bouwen. Want ik zie dat we nu wel daarheen kunnen. Dus dat is helemaal top. Echt? Ja, dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Liggen. Ik hoor jullie. Hey, Rick. Wat gezellig dat je er bent. Ik zie land. Land in zicht, jongens. Land in zicht. En ik zie ook een border. Oh jee. Maar dat maakt volgens mij niet uit. We gaan we rennen, denk ik. We gaan gewoon naar het eiland daar rechts. Want dat is het eerste eiland dat we natuurlijk zien. Ik ga van schuin bouwen. Kunnen we niet beter naar die kleine eilandje daar? Ik denk dat we daar wel iets kunnen vinden. Nee. Niet? Oké. Okay. Nou, laten we maar niet naar Rick luisteren. Zijn er bijna, Rick? Je kan nu in 1 recht rijden. Pas op met die toortjes van jou, hè. Justin, pak hem. Laat hem staan. Justin heeft je toortje weer gepakt. Justin. Nee, maar Rick, wij kunnen zelf wel de weg terugvinden. Hé, niet met water. Hé, gast, stop. Dat vind ik niet leuk. Ga maar verder. Ik moet blokken pakken. Doe rustig. Dat was Justin. Dit is... Nee, pas op dat je geen enderman nakijkt, Justin. Pas op dat je geen enderman nakijkt. Kijk omhoog. Zijn we er al bijna dan? Omhoog, oké. Waarom kijk je omhoog? We zijn er echt bijna. Kijk naar beneden. Dan kijk vaak mensen aan. Oh, maar er is hier helemaal niks, jongens. Nee, maar dat komt goed, Max. We moeten gewoon even... Kijk hoeveel... Waarom zijn er zoveel endermans? Kijk dat nou! Family. Het zijn er echt extreem veel. Een speciale family. Oh, wat hoor ik voor 1 geluid? Dat vind ik niet nice. Niks. Oh! Ik liep er bijna af. Oh, sorry. Excuses. Ik heb je blokje gewoon naar beneden gegooid. We zijn er bijna. Ja! Land! Land! Waarom zijn er zo extreem veel endermans? Oh my god. En er is hier helemaal niks, jongens. Er is hier letterlijk niks. De border is hier. Oh mijn god. Okay. Laten we dan maar daar. We gaan gewoon verder. We gaan gewoon gelijk verder. Waar zijn jullie? Ik ben verder. Ik ben echt zo bang, jongens. Wat dan? Ja, ik heb... Nee, ze is legit. Ik heb er ongeveer een aangekeken. Maar je bent niet boos. Ik keek even omhoog om te kijken wie jullie waren. En hij zat me gewoon echt in mijn ziel te staren. Als je me aankijkt, word ik ook niet boos. Oh, wie heeft er een enderman aangekeken? Iemand heeft een enderman aangekeken. Plas water. Iemand heeft een enderman aangekeken. Ik was het niet. Dat maakt mij niet uit, want hij is niet boos op mij. Ik ga nu het water. Ja, ik heb Rick ingehaald. Oké, we zijn er, jongens. Puntjes. We zijn er. Puntjes. Wie gaat de puntjes collecten? Ja, nee! We zijn allemaal dood! Hoezo zijn we allemaal dood? Wat is er gebeurd? Goed, jongens, we zijn dood gegaan door een klein foutje, maar dat is inmiddels opgelost. Ja. Als het goed is, zijn we ook inmiddels echt heel dicht bij een end city, wat heel goed zou zijn. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Yeah. Ja! We gaan door en deze keer gaan we niet dood door de boorden doorvallen. Hadden we dit blok nou trouwens al verzameld? Ja, dit blok hadden we verzameld. Maar niet alles. Die plant nog niet. Alles. Oh, die plant moet je ook nog lekker scherp van jou. Ja, scherp, goed, hè? Heel scherp. Goed. Max, je kan een trucje. Wacht eens. Ja, doe jij trucjes? Oh, dat is dat je dat ding heet en dan teleporteer je ergens. Nou, dat was een mooi trucje. Bedankt. Dat was een mooi trucje. Oké, laten we naar dat eiland daar gaan. En dan kunnen we denk ik het best vanaf dat puntje daar. Dan hebben we de minste overbruggingsperiode. Ja, dat zei ik even niks. Overbruggingsperiode. Hebben jullie dat woord al eens geleerd? Nee. Overbruggingsperiode. Dat is helemaal niet toepasselijk op wat ik hier zojuist zei. Nee. Maar wie gaat bouwen? Justin. Ik heb bijna geen blokken. Ik ga misschien bouwen. Maar dit vind ik wel spannend. Justin gaat bouwen. Ik kan wel shift in houden, hè, Justin. Nee. Vergeet shift in te houden, Justin. Speedbuilding. Ik hou een schild alvast, Rick. Dan kan er ons niks overkomen. Wie heeft de toortjes? Ja. Ik niet. Ik heb geen toortjes. Oh ja, ik heb de toortjes. Ik heb ze. Ik ben je licht, Justin. Ja. Ik ben je licht. Geen zorgen. Zeker al. Moet ik een cirkel maken anders? Jongens, ik zie hem. Daar is hij.
Daar is hij! Ja, ik zie hem niet. Ik zie hem wel, ik zie het begin. Oh. Weet je hoeveel blokken we hier gaan verzamelen? En weet je, vooral de belangrijkste vind ik zijn de chocoboxen. Want we moeten elke chocobox in elke kleur hebben. Oh, maar dan moeten we en dat zijn echt iets van 15 blokken of zo. Ja, maar dat gaan we niet doen. Hoezo niet? Dat zie je niks. Nee, daar heb ik gewoon echt geen zin in. Nee, maar we moeten wel, dus we kunnen wel. Justin, ren nou door! Ja, mijn blokken zijn niet zichtbaar. Jij bent echt een, jij bent een beetje tuf voor zich. Nee, mijn blokken waren wel niet zichtbaar. Oh, ja, blok. Oh, je had die Minecraft-bug. Ja, vrij eng. Dan weet je niet waar je blokken neergezet. En een Elytra en een drakenhoofd. Dit is het, jongens. Dit is het. Heb je toevallig nog iets van een crafting table of zo? Nee, wat dan? Van stick? Nee, wat dan? Ja, ik heb geen zwaard. Waar kom je nu mee? Ja. We zijn er al. Ik heb een stick. En een hout. En een hout. Nou, dit is geweldig. Rick, je bent een... Laten we wel vast die kant op gaan. Ja, succes Justin. Dankjewel. Een End City, jongens, het is zover. Oh, we zitten net goed met de borden. Er zit inderdaad net goed met de borden. Oh, oké, dit is spannend. Oh jongens, ik zie chokers. Dit is spannend. Ja, die dingen moeten we even killen, want we hebben echt die choker shells nodig. Oké, let's go. Die choker shells. Justin, wat doe jij? Oké, zeg pintjes, Justin. Ja. Pintjes! Pak ze! Pintjes! Ja, die chokerboxen zijn belangrijk. Die vinden we wel belangrijk. Jij mag die pintjes pakken, Justin. Dat vind ik helemaal prima, maar we moeten vooral die waarom gaan ze nou weer weg? Stomme shulkerboxes. Hey, hier kunnen we trouwens ook vet goede armor in vinden. In dit ding. Ja, je hebt altijd van die diamond armor. En zwaarden en zo, dus Justin, dat komt helemaal goed. Dan ga je goede loot krijgen. Want wat voor zwaard heb je nu? Steen. Steen. Oh nee. Jongens, ik vlieg. Oké, ik ga hierheen. Dit is een goede ruimte. Waar ik nu weg ga. Jongens. Wat is er nou, Justin? Of Ricky? Ik vlieg. Oh, ik ben in zo... Ja, ik ook. Je hebt toch water bij je? Hoppakee! Hier is een kist! Oh, ze doen echt zieke damage! Ja, ik ga dood! Help! Help, alsjeblieft! Oh, ik had hier niet alleen in moeten gaan. Sterf! Hey. Ja! Ik heb eindelijk zo'n ding. Oké, hij heeft alleen niks gedropt. Een goede diamond chestplate, die ga ik gelijk omdoen. En een ender chest hebben we hier ook, maar die hadden we al, nee, toch? Nee! Ja. Deze ga ik ook pakken. Ik ben weer geslagen door... Oh, wat irritant! Oké. Nee! Assistentie, collega! Dit gaat helemaal goed. Hoe is het bij jullie, jongens? Ja, ik zit in de toren met een hele familie. Met een hele familie? Die zie je vrij druk. Oh, wat zijn die dingen? Teleporteren alleen maar weg. Heeft iemand al shulker shells? Nee. Nee, niemand heeft nog shulker shells, hè? Ik wil eerst een goed slaatje hebben. Het is misschien handiger als ze bij elkaar blijven, besef ik nu. Ja, op zich. Maar het maakt niet uit, hoor. Au. Dus wie ben ik hier? Ja, ik heb er één. Oh, ik ga weer dood. Ik ga weer bijna dood. Nee! Sterf! Oh, ik ben hier met... Justin, ik snap wat jij bedoelde met de hele familie. Ga naar beneden, waar zijn jullie, jongens? Zak, Justin! Ja, ik zit in de hele grote toren. Er zijn heel veel hele grote torens. Maar ik zit echt in de grote. Ja, ik heb shulk shell, hè. Lekker hoor. Let's go! Hoeveel shulk shells heb je nodig voor één shulkerbox? Drie, toch? Drie maar, oké. Vier. We moeten echt zoveel mogelijk shulker shells verzamelen. Ik denk dat dat wel een van de meest belangrijke taken is. Nee! Hebben we al die soort blokken hier al? Ook de slabs Justin of zo? Justin heeft echt veel. Ja, we hebben ook slabs of zo bij stairs en wat allemaal. Justin, ga dood. Ik ga dood. Nee, Justin! Nee. Oh mijn god, ik ben bijna dood. Hoe krijg je het voor elkaar dat jij altijd weer dood gaat? Ja, ik weet niet. Het was misschien iets druk. Zit hij hier op het dak of zo? Waar is hij? Oh, hij is op het dak! Oh jee! En hij is dood! En zijn shulker shell ligt hier. Oh. Oké, ik heb water geplaatst. Niks aan de hand. Niks aan de hand, jongens. Hoeveel shulker shells... Hé, wie is naar die dingen aan het gaan? Naar de Elytra? Ikke. Dat ben ik. Lekker, Rick. Rick gaat met de credits er vandoor. Collect die Elytra en de drakenhoofd. Jongens, ik heb geweldig nieuws. Jij hebt geweldig nieuws. Laat het eens zien. Een Elytra. Ik heb er één. Je hebt hem. En de drakenhoofd moet je ook pakken. Ja, ik ben even in gevecht. Ja, doe jij maar even vechten. Oké, hier is nog zo'n shulker optie. Vechten met een stone zwaard tegen deze mensen is niet te doen. Ik heb een ijzeren zwaard voor je, Justin. Echt? Ja. Wat een upgrade. Nee, weer. Ik was net klaar met vliegen. Ja, een shulker shell. Heb je al het hoofd, Rick? Bijna. Nice. Oké, ik heb hier weer een prachtige shulker shell. Deze toren is nu al... Ik ga jullie opzoeken, jongens. Oh, ik heb goede shies. Wat heb je? Een Fortune 3 pickers met mening. Oh, met mening ook echt. Jongens. Waarom teleporteren die beesten? Heel irritant. Hey, die Dragonet! Lekker, Rick! Hoi. Oké, dit is ook goed, dit is hier. Ga jij even dood? Zo, hier zonder een schild heen gaan, kan je gewoon niet winnen. Dan kan je het gewoon onmogelijk winnen. Nee, dat ga je niet redden, inderdaad. Die is weer dood. Gaan we hier weer omhoog.
Kom dan, hè? Kom dan, huppa! Een shulker shell. Heb je shulker shell? Ja, ligt er eentje. Lekker. Maar ik vlieg, dus duurt nog even voordat ik ben, hoor. Neem je tijd. Ja, neem je tijd. Neem vooral je tijd. Nee. Hoppatee, ik heb hem. Kijk, missen we nog iets? Naast alle shulker shells hebben we voor de rest alle blokken die we hier kunnen hakken. Hier bijvoorbeeld de sterren, zie ik nu ook. Golden enchanted apples. Oh, nee, die kan je niet meer krijgen. Niet? Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij kan je die toch gewoon niet meer krijgen. Of wel? Oh jawel, je kon hem niet meer craften, dat was het. Nou, rotbeesten, dat vliegen van jullie de hele tijd. Het doet ook nog oh, je ligt gewoon een gratis shell op de grond. Hé, hey, ja, ik heb hem. Nee. Nee. Nee! Oh, wat stom! Nee! Oh, ik weet waar... Oh, dat is zo stom. Wat is jullie status, jongens? Het gaat heel slecht, ik vlieg hier. Het gaat hier. Heel slecht? Oh, god. Oh. Dat vliegen is irritant, hè? Ik ben er ook gewoon door dood gegaan. Ik heb nu maar even een elytroom gedaan. Oh, je hebt Elytra natuurlijk. Ja, dat is helemaal prima. Doe je ding. Kom dan, rotbeest. Hebben jullie ergens je... een ender chest? Dan kunnen we eventjes... Als we ergens... Ja, ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien, alleen ik heb hem niet meegenomen. Terwijl ik wel silk touch pickaxe bij me heb. Oh. Ja, maar als ik hem daar even die silver shells in stoppen. Oh, dat... Ja, goeie. Dus staat er hier bij mij één. Nou, Rick. Rick. Ja, ik heb ding. Ik heb ze zeg maar niet. Sterf, silker, box, met beest erin. Ik heb al 5 silver shells, jongens. Dat doe je goed. Ja. Hey, Rick. Rick. Oh, Max, sorry. Rick! Zijn jullie wel? Heb je toevallig nog een zwaard gevonden, Max? Nee. Ik heb een zwaard voor je. Oh, je endertjes. Hey, Justin. Waar zijn jullie, jongens? Ja, we zijn hier. Oh ja. Bedankt. Hoeveel silver shells heb jij al, Rick? 0. 0? Ja, hoe krijg je die dingen? Door die beesten te killen. Ja, dat doe ik, maar... Oh. Ja, ze teleporteren weg waarschijnlijk. Ze gaan niet dood. Ja, dat is irritant eraan. Ja, ze ben je maar één keer terug. Dan... Oh, en ik word nog steeds gehit door die vliegdingen. Oh. Stop, hou op. Oké, ik heb er weer één. Ik weet niet, wil je ook hier bij deze ruimte kan joinen, maar als we deze even gezamenlijk pakken? Ja, ik heb een zwaard. Oh. Waar wist? Daar beneden. Want Rick heeft het zwaard voor je, toch? Ja, bovenin hey, in het schip. Hé, hey. Hey, hier, wacht, hier komt hij. Nee, drop hem gewoon. Gooi hem. Nee, ja, maar ik heb het niet op zak. Oh. Ah. Nee, ik kan wel, wacht. Ik kan wel, wacht. Ik kom eraan, Rick. Ja, die is dood. Oh, je komt eraan? Oh. Hey, golden horse armor. Die hadden we al, toch? Ja, die hebben we al. Hij is weer geteleporteerd, die poepbeesten. Ik haat het teleporteren. Staat hij nu op het randje hier of zo? Hallo? Waar zijn jullie? Hé, hey, Ricky! Hierboven. Ik ben bij Ricky. Je zit daar in het schip. Je moet die... Oh, sorry. Ik moet hierheen? Ja, en dan daar naar rechts. Jo. Oké, het is hier druk. Hé, hey, toppertje. Ja, en dan vlieg maar rechtdoor. Jo. Deze ruimte hier. Bedoelen jullie dit met de hele familie? Twee. Ja. Zullen we die ruimte pakken met z'n allen? De hele familieruimte? Ja, dat is goed. Nee, ik ga dat. Oké, dan wacht ik even. Kun je niet weer doodgaan. Nee. Niet met die Elytra. Nee, die heb je hier niet. Die heb ik. Waar ben jij, Rick? Waarom heb je dit niet geloot? Ik heb alles geloot. Er zijn helemaal hierboven. Ja, maar er zitten allemaal nog mensen in. Oh. Ik kom via naar beneden. Ik kom via beneden. Als jullie hem via boven pakken. Ja, dat... Oké. Okay. Ik kom via beneden. Ik sta nog boven. Oh, nee. Nee, 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 nee. Loot. Yes, eindelijk. Woe. Zonder eten, maar ik heb Ik ben gehit door dit ding, dat is goed. Hé, die is ook geteleporteerd, top. Ik ga gewoon via de buitenkant. Waarom teleporteert hij nou de hele tijd? Leuk. Hit me maar. Ja, maar hit me maar. Zo leuk. Ik ben in die ruimte, jongens, let's go! Oh, de hele familie inderdaad! Pak ze! Pak, ik ga dood. Dit was een slecht idee. Ja, dat klopt. Oh mijn god. Nee. Oh mijn god. Oh my days, het zijn er echt te veel. Ja, ik heb zijn er echt te veel. Oh mijn god. Oh. Oh. Oh, het zijn er veel. Ik moet en eten en mijn schild omhoog houden. Dat kan niet. Ken je dat niet? Ik ga dood. Nee. Ik ga dood. Help jongens. Rick, ook even onder me. Hak boven mij. Ja, waar ben je? Ik smeek. Ik ben onder je. Hak precies dat hoekje, ja. Yo. Kom op. Kom op, ik ben er bijna. Ja! Hey. Oh, thank god. Oké, nu moet ik even eten. Alsjeblieft. Oh, een goed zwaard. Ja. Oh mijn god. Oh, kijk, en ik heb een broek voor je. Oh, wat top, Rick. Dat is fijn. Wacht even dat ik geland ben. Dankjewel, Rick. Zullen we die dingen in de tussentijd proberen te pakken? Oh, ja, wacht heel even. Ze doen echt veel damage. Oh, de broek gaat me wel veel goed doen, man. Gaat goed, hoor.
Ja? Onder controle. Oké, ik heb... Oh, het irritant. We hadden een boog mee moeten nemen. Ja. Deze kamer is echt onmogelijk, maar hier, we hebben al die chocoboxen. Ik heb nog 2 shells er weer bij. Nice. Hoeveel heb je er in totaal? 4. Oké, nou, ik 7. Goede kant op. Ik kan ook wel gewoon via de zijkant. Oh, ik ben weer geen. Ik zie er één! Eindelijk, mijn eerste. Nee! Ja, succes met pakken. Het is onmogelijk. Ik heb er nog één. Lekker, Justin. Ik heb er 3. Oh! Oh! Oh, mijn god. Ik ben blij dat ik het water had geplaatst. Oké, ik ben weer beneden. Ik heb er nog één. Oh, nee. Oké, nu ga ik ze pakken. Nu ga ik ze gewoon pakken, Rick. Ik heb er 1. Ik heb er ook 1. Ik heb er 2. Ik ben echt on fire. Ik heb er... Kom op, dat is jou, hè? Oh, die is geteleporteerd. Sterf! Oké, die is geteleporteerd. Nu deze nog. Deze guy, oh god. Ik ben weer helemaal boven, Rick. Ik ben weer bij je. Ja. Doe gewoon naar beneden springen in het water en dan hopen dat je niet geraakt wordt. En dan langzaam weer naar boven vliegen. Ja, maar hier, wacht maar. Hier, ik heb hem! Hoeveel heb je er? Ik heb er 9. Ik heb er 2. Ik heb er 4. Oké. Auw. Is goed, dit is helemaal top. Ik ga weer naar beneden springen en hopen dat ik geraakt word. En dan kan ik ze weer pakken. Kom dan! Domme shulker! Met je dikke neus. Ook al heb ik zelf een dikke neus. Oké. Volgens mij hebben we de toren, hè, Rick. Maar in ieder geval van binnen. Ja. Ze zijn nu allemaal nog naar buiten geteleporteerd. Ja, klopt. Dat is een beetje ze hangen echt allemaal aan de buitenkant. Ja, ik heb er weer één. Ik ga naar binnen. Oh, ik wou ook naar binnen, maar dat kon niet meer. Oké, ik ga kijken of ik een beetje kan slopen, de toren. Ik ga gewoon een beetje de toren hakken. Dan kom ik mezelf wel weer de shockbox tegen. Oh, nee. Oh, never mind. Oh, jee. Oh, jee. Nee. Oh, jee. Nee. Ja, ik heb hem. En zijn shulker heb ik. Oh, god. Mijn eten is officieel op. Ja, ik zit ook aan de rotte fles. Wat irritant! Oh, nee, ik heb nog wel iets. Oh god. Nee. Heb je het overleven? Nee. Oh, nee! Rick, nee! Hey, jongens, hier. Oh, ik moet weg hier. Nee, ik moet weg hier. Niet. Jongens, mijn spullen liggen daar. Oké. Ik ben weer even veilig. Hoe kom ik ook weer naar jullie toe? Gewoon zo snel mogelijk. Oké. Okay. Jongens, ik ben omhoog aan het gaan. Ik heb kom langzaam weer terug. Ik zie je spullen, Rick! Liggen ze er nog? Ja. Oh nee. Jongens, dit is echt niet top. Die beesten. Oh, nee. Die beesten! Het is gewoon niet te doen! Het is gewoon echt niet te doen. Er zitten er zoveel! Het zijn er echt te veel. Ik ga denk dood. Oh nee. Misschien toch wel. Wacht. Ik ga even vluchten naar een ander torentje. Oh mijn god! Oh, okay. Hou op! Kan iemand een beetje water plaatsen bij mij, heel toevallig? Ja, okay. Als ik misschien normaal weer kan lopen. Oh nee, ik moet zeg maar naar de plek waar ik ben gevallen. Hé, hey, dit is een ruimte. Die Max, nog niet is. Max, wacht even. Max. Ja, maar ik ben er niet! Ik zie jou helemaal niet, waar ben jij? Ik ben achter je. Je bent heel ver van me weg. Nee, ik ben echt... Oh nee, dat is Justin. Hey, je wil zeggen, je bent heel ver van mij vandaan. Nee. Ik had net... Nee. Ga allemaal alsjeblieft weg. Oei. Die is weer dood. Oh, ik ben dood. Hey, goeie chestplate. Heeft iemand nog een chestplate nodig? Oh, je bent weer dood. Oh, jee. Ik doe mijn shulker shells en zo doe ik allemaal in die kist hier. Ik heb er 12. En de chest, hè? Ik heb er 3. Ja. Mijn eten is wel bijna op, dus ik moet er echt zo meteen opgeven gewoon. Ik doe ook even mijn goede spullen hierin, dus zoals die weet ik voor wat allemaal. Ja, we moeten gewoon alles moeten wat belangrijk is. Als ik dood ga, maakt het in principe niet heel veel uit. Waar is die hebben kist? Hebben we wel alles. Waar is die energy chest? Ja, er zijn er meerdere. En mijn schild is ook stuk elk moment. Dus het is echt einde verhaal. Als ik dood ga, is het maar zo. Dat vind ik een goed idee. Oké, nog een shulker shell. Ik vecht nog even tot het einde door. Hier is nog een shulker shell. Ongelooflijk. Oké, heel veel purple blokken nog even pakken. Dat zijn echt die blokken die we nodig hebben. Volgens mij hebben we dan wel alles, hè? Ik zit ook in met die... Ja. Het ding is, als we zoveel mogelijk shulker maken... Oh, we hebben maar 2 shulker shells nodig van Kishi. Echt? Ja. Dan zitten we echt heel sterk. Want ik heb er in totaal 14. Ik ga ook maar een goede zwaard weg doen. Ik heb er in totaal 10. Ik heb er 3. Ah, dat komt goed. Je doet mee, Rick. Dat is belangrijk. Ja. Oké, dan ga ik een goede chestplate ga ik ook omruilen. Zo. Ik heb allemaal belangrijke spullen nu in de energies. Als ik dood ga, is het maar gewoon zo. En waar is die energies? Ja, er zijn er meerdere. Je moet gewoon even eentje zoeken. Bij mij hier is er eentje op zijn minst. Kom maar aan. Hier nog een shulker shell? Oh. Oké, mijn eten is officieel op. Dit is mijn laatste. Ik heb nog een steak. Ik ga nu gewoon door tot de dood. Marcus. Wat? Hier is er een, Justin, hier binnen. Ja, ik zoek hem. Hierboven. Ik heb 3 hartjes. Oh, nee, Justin. Ja, ik heb er 8. Ik heb er geen 10, ik dacht 8. Maar... Waar zijn jullie eigenlijk? Oh, ik haat die beesten, echt waar. Ergens Rick in een... Oh, mijn schild is stuk. Als het nu gebeurt, gebeurt het gewoon. Jongens, en mijn eten is op. Ik ga nu gewoon tot de dood. We hebben de spulletjes in de chest zitten.
Justin, doe ook even je goede armor en zo in de chest. Zonder als je daarmee verliest. Ja. Ik wil samen met jullie sterven, jongens. Waar zijn jullie? Tot de dood, jongens! En hier. Oh, ik heb sokken aan die ik niet af kan krijgen. Oh, Curse of Binding. Ja, maar ja, die heb ik ook. Ik ga hier naar beneden, want ik weet dat daar nog eentje ligt. Hoe zit hier buitenlandje buiten? Justin, kom. Ik zie jullie. Weg hier, Justin. Ja, daar zit er nog weg één. Hier. Ik ga weg hier. Er ligt dingen beneden die we nodig hebben, volgens mij. Volgens mij lag hier één shulker shell. Nee! En ik ben dood. Justin, pak de shulker shell! Ik pak hem! Dat maakt toch niet uit, want ja, je kan niet meer naar boven. Nee! Nou, Justin, we gingen tot de dood. Ik ben er nog. Rick, pak de spullen, Rick! Rick gaat waarschijnlijk ook dood. Nee. Maar we hebben de belangrijke spullen in de NHS gedaan. Ik ga mijn beetje meenemen. Of, Rick, we gaan je spawnpoints lopen. Span je bij ons thuis. Hoef je dat stuk niet te lopen. Ja, maar ik heb goede spullen. Dus laten wij vast gaan. Laten wij vast thuis. Oh, maar we hebben helemaal geen spullen. Weet je wat? Ik ga gewoon dood. Het zal wel hier. Ja, spanning op zijn minst spanning hier. Als je dood gaat, span je gewoon weer terug hier. Want die bedden zijn nu gemold. Dan ga ik vast in onze ender chest kijken. Want ik heb best wel wat goede dingetjes. Ik heb purple pillar, purple stairs, purple slab. Ik heb 15 shulker shells, die chorus fruit. Ik ga trouwens die armor gewoon aan doen. Dan kan ik ook weer mijn spulletjes goed bij me houden. Ik ben wel blij met dit. Ja? Ja, ik ben wel blij. Laten we even kijken. Want we hebben echt gewoon, in principe kan je volgens mij hiermee, we hebben alle blokken die we konden maken. Volgens mij kunnen we niet heel veel meer. We hebben alle purple blokken, we hebben alle andere blokken. Kan je er geen walls van maken? Sorry? Kan je er geen walls van maken? Nee, je kan letterlijk alleen stairs en slab. Hoe kleur je die dingen eigenlijk? Nee, eerst moet je er eentje maken. Een shulker box. Hoi. Shulker box, dan moeten we ze nu met kleurtjes die wij niet hier hebben. Die liggen volgens mij gewoon hier allemaal verspreid. Ja, hier, ik heb purple dye, maar die is natuurlijk al purple. Green, cyan, lime, magenta, lapis, white, brown, light blue, yellow, orange, black, light grey. Oké, dat is meer kleuren dan wat ik had verwacht. Lekker. Kan iemand een paar boompjes zakken om een paar kisten te maken? Ik ga hakken, Koran. Jij hebt nodig. Je bent ook dood gegaan. Hey, jongens. Hey, Ricky. Hallo. Welkom terug, joh. Hoe was het? Ja, geweldig. Ik heb er echt van genoten. Dat was een leuk avontuur, hè? We hebben helemaal niet heel vaak dood gegaan en zo. Nee. Ik ben maar één keer dood. Nee, twee keer. Twee keer dood gegaan. Oké, ik stop hier de blokken in die we verzameld hebben. Justin is houthakker, dat is goed. Ja, hè? Ja, dat is heel goed. We moeten gewoon heel veel kisten hebben. Met je hand. Ja. Daarmee je. Nou ja. Oh mijn god. Maar het gaat goed. Ik heb al bijna 10 blokjes. Oh, hier liggen nog 9 acacia logs ook. Waar wil je de shulker shells en zo hebben? Ja, mag ik die? Dan ga ik ze allemaal gewoon gebruiken. Waar zou ik de Dragonhead? Oh. Moet de Dragonhead nog een speciale plek? Ik vind dat de kaars voor deze aflevering is. Oké. Hey, weg dat hoofd van jou. Ik vind dat dit... zijn hoofd nog groter? Dan noem ik hem... ging erg goed. Uit het teken. Ging erg goed. Juist. Ging uitstekend. Het ging erg. Het ging helemaal niet heel slecht. Hey. Hoeveel hebben we er? We hebben er gewoon 25! Nee, joh. Oh, maar god. Kan iemand de crafting table plaatsen? Het hout. Die hebben we hier. Ah, die maak ik zelf af dan. Oké, prima. Zo. Er zat ook wel één, maar... Nou, maakt niet uit, joh. Maakt niet uit. Kijk. We zijn rijk. Allemaal kistjes. Dan hebben we 9 kistjes. Dan kan ik 9 shulker shells... Oh, shulkerboxes maken. Oké, dan maak ik een wit of een light grey. Hier, die drop ik hem. Met de dinges erbij. Dan thanks. Maak ik een... Oh, dan krijgen jullie de puntjes! Ah, dat is prima. jullie mogen de puntjes hebben. Ik drop een zwarte. Zo, nee! Dan drop ik een oranje. Oh, die had ik hem zelf gegeven. Dan drop ik een magenta. Dan drop ik een gele. Nee, stop, maar... jongens. Ja, maar hij krijgt ook een keer de puntjes. Ja. Dan light blue. Die drop ik ook nog eventjes. Dan drop ik nog een paarse. Hoppakee. Dan drop ik een bruine. En dan drop ik ook nog een lime. We komen nog best wel wat tekort. Als in kisten. We komen kisten tekort, jongens. Echt? Je lime diamond ook weg. Grey. Oké, we hebben alleen nog grijs, bruin en cyan en wit. Of heb ik al wit? Je hebt alleen geen hout. Nee, wit heb je nog niet. Je hebt alleen geen hout. Kunnen we hier even doen? Ja, we hebben hout nodig. Ja, ik ga hout ook. Dit gaat goed, jongens. Dit gaat serieus heel goed. Ik zal even kijken. We hebben een witte, een roze, een grijze, een cyan, een blauwe, een green en een red nodig nog. Dan hebben we ze allemaal. Ik heb geen red dye en geen pink dye. De rest heb ik wel. Au. Dus we hebben alleen nog even een rood bloemetje nodig en een... Twee rode dye hebben we nodig, meer niet. Ik ga het pakken. That's it, ja. Ik heb hier al 1 rode dye. Dan hebben we nog 1 andere nodig. En die hebben we gewoon een simpel rood bloemetje nodig. Heb je ook light blue en zo? Ja, die hebben we al gewoon.
En cyaan ook. Dat zeg ik, we hadden heel veel kleuren gewoon klaar liggen. Ik heb een rode. Oké, top. Nou. Top. Justin is houttakken. Ja, hoeveel heb je nodig? Genoeg. Oké, de bedden zijn wel weg. Ik heb mijn bed. Oké, dan ga ik hier roze maken, zo. Als het goed is, dit is alles wat we nodig hebben nog, jongens. Ik denk dat we gewoon gaan redden. Oh, misschien komen shulker shells tekort. Wacht even kijken. 1, 2, 3. Ja, we komen shulker shells tekort. Nee, joh. We komen net tekort. Want we hebben 1, 2, 3. Oh, we komen 3 shulker shells tekort, jongens. Nee, 6. Nee, 5. 5 shulker shells komen in totaal tekort. Maar kom wel goed, kom wel een keertje. Kom wel een keertje. Dus ik heb hout. Ik heb in totaal ook maar 3 kisten nodig nu. Oh. Die mag jij maken? Wacht, ik zal de bedden. We hebben in het huis ook nog 2 bedden staan. Dus we kunnen gewoon slapen. Ik heb hout. Gaan we niet in het huis slapen? Ja, dat komt ook goed. Dat doen we ook wel. Oké, kom maar met de kisten. Hoeveel heb je nodig? 3. 3 kistjes heb ik nodig. 3. 3 kistjes, dan gaan we daarvan maken. 3. Ja, maar hey, hallo. Jongens, we kunnen ze gewoon verkleuren. Nee, dat meen je. Ja. Kan dat? Ja. Ja, kom op. Maar kan dat wel? Ja. Oh, nou jongens, hier komen ze weer hoor. We hebben wit. Hoppakee. We hebben bruin. Bruin hadden we al. Ja. Oh, nou, dan hebben we nu cyan. Zo. Dan ga ik daar ook nog blauw van maken. Zo, dan ga ik er ook nog roze van maken. Dat kan inderdaad gewoon. Maar dan hebben we echt maar eentje nodig al die tijd. Maar ja, nu hebben we ze allemaal wel. Weet je? Ik zal heel even kijken welke kleur. Nee, we hebben groen en rood nu nog nodig. Rood had ik. Rood en groen. Ja, rood, dat heb ik jou. Wacht, heb je nog meer rood nodig? Rood en groen, meer niet. Gewoon rood en groen. Ja, hebben alle shockboxes. Cactusgroen. Ja, heb ik ook. Ja, cactusgroen heb ik hier. Oh, even Justin ook. Jij ook? Ik had alleen een normale cactus, die moest nog in de. Ja, die heb ik ook. Die stopt. Oké, dan ga ik trouwens ook even. Heeft iemand die chorus fruit? Nee. Die kan je ook volgens mij in de oven doen, dan krijg je popped chorus fruit. Kijk hier, rood. Heb dan hebben we alleen nog. Groen, cactusgroen, hebben we dat? Ja, heb ik hier. Oké. Die grijze, of die paarse saai, die gaan we zo. Hoppakee! Okay. We hebben alle shulkerboxjes, jongens! Alle shulkerboxkleuren verzameld. En we hebben zelfs 1 shulkershell over, dus op zich komt het ook wel goed uit. Ja. Zo. Dan hebben we alleen, als we alles uit de end echt willen hebben, dan moeten we ook nog even zo'n chorus fruit in de oven. Dat gaat de creepy. Dit gaat niet gebeuren. Jezus, zit je knockback op. Oh, mijn god. Wow. Die creeper, jongen. Toenk. Maar wie heeft er even die course fruits? Waar zijn die course fruits? Die hebben we niet. Jawel, die had ik in de. Oh, die zijn nog in mijn ender chest. Die had ik wel. Oh, wacht, misschien heb ik die ook wel. Ja, in de ender chest. Oké, volgens mij kan je die in een oventje douwen. Zo, of niet? Kan dat niet? Hè? Oh, dat is een blast furnace. Ja! En dan ga jij maar uitpakken, Rick. Je gaat hem stelen. Nee, dat doe ik niet. Nee! Nou, je zit echt over uren gedraaid. Popped chorus fruit. Hoppakee. We hebben al, dit is alles wat je. Ja, trouwens, laten we deze. Wat kan je daarmee? Weet ik niet. Maar dit is alles wat je uit de end kon halen. Dat hebben we nu gewoon allemaal. Hey. We hebben hoeven nooit meer naar de end, hè? Onthoud dat. Gewoon nooit meer. Dat weet ik niet helemaal. Even kijken. Ja, volgens mij nooit meer naar de end. En end crystal moeten we nog. Ja, maar hoe maak je die? Ja, met obsidian. En? Ja, ik heb obsidian. Ja, maar ik. Wacht. Hoe krijg je een craftable tipped arrow? Ja, dat is dus. We moeten de Ender Dragon nog een keer verslaan. Nee, hoe kom je eraan? Ja, je moet dus 6 van die end crystals en dan kan je hem nog een keer. Nee, maar hoe kom je aan die een craftable tipped arrow? Ja, dat dropt dus de. Zeg maar de dinges. Oh mijn god, en ook die lingering en craftable potion? Ja, want je krijgt dan Dragon's Breath, krijg je dan. Ah, ja, die hebben we al. Hey, 94%. We zitten bijna 1000 items. 94% zitten we. Oh. We komen nu wel heel dicht bij de 100%. Oh, voor de mensen trouwens thuis. We hebben de music discs hebben we eruit gehaald. Voor als je dat misschien is opgevallen. Omdat dat soort dingen. Daar hebben we gewoon geen tijd voor en geen zin in. En dat willen we eigenlijk helemaal niet in deze serie doen. Om al die music discs en creeperhoofden en zo. Dus die hebben we eruit gehaald. We hebben gewoon de leuke items over. Gewoon. Dus alleen die zijn eruit. Voor de rest zijn we alles gewoon nog hoor. Maar. Juist. Hoe komen we aan? Ja, de endcrystal is niet belangrijk. We nemen in ieder geval de hele end hebben we gewoon gereed. Dat is gewoon. Endcrystal kunnen we maken, dat is het probleem. Dat komt wel goed. Wat hebben we daarvoor nodig? Een star. Een netherstar. Nee, moeten we nog meer weirders verslaan. Ja, klopt ja. Daar hebben we een netherstar voor nodig. Ja, eentje, maar die hebben we toch? Nee, ja, hebben we een beacon van mee gemaakt. Oh ja. Daar hebben we een beacon mee. Oh, nee, maar we hebben ook 6 van die endcrystals nodig of zo. Hè? Nee, eentje. Oh, laten we even slapen. Goed jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en vergeet vooral even niet te abonneren. Ben je nou al geabonneerd? Kijk dan lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin hebben we Wither verslagen. Complete chaos. Hele leuke video. En dan nu spreek je later. Klaasje, waarom? Tot de volgende keer.